Goedenavond, goedenavond. Baranangasa. Vandaag is dinsdagavond, 9 uur. Wij zijn 12 ulo. En vandaag gaan we eigenlijk verder met het verhaal, het ontstaansverhaal van eigenlijk al wat is onze werkelijkheid en al dat wat erin leeft. Ik ben Makireya en ik ben heel erg vereerd en heel erg blij om hier te zijn. Inmiddels al volgens mij voor de 10e of de 11e keer dat ik hier ben. Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn en dat ik dit mag delen. Voordat we beginnen met deze week, kijken we altijd natuurlijk terug naar wat er de afgelopen week is verteld. En in de afgelopen week hadden we het over de Winties. Want daar zal het nog een tijdje over gaan. Omdat we het blijven vaststeken eigenlijk in de eerste 6 dagen van de schepping. En zoals we al zeggen, al weten, dat 1 dag voor Anana en Tatayao en de Winties 1000 dagen is voor de mens. Of 1 dag voor hun is 1000 jaar voor ons, voor de mens. Dus 1000 jaren. Dus als we het hebben over 6 dagen, zoals de Mimbrebuku dat zegt, dan is het veel meer dan 6 mensendagen. Dan gaat het eigenlijk om 6000 jaar. Over de Winties gaan we steeds meer en veel dieper ingaan, totdat we eigenlijk weten wie onze Winties zijn, wie onze begeleiders zijn. De Winties, heb ik al gezegd, dat zijn, wij zijn Winties. Maar Unteki Xing. Je hebt de Winties in verschillende hoedanigheden. Winties die geboren zijn, nooit geboren zijn. Sandide en Kombakana Grontapu. Wij kennen ze allemaal. We hebben ze, in Suriname hebben we er allerlei soorten namen aan gegeven. Zoals Cabras, Jeyes, Confos. Als je kijkt bijvoorbeeld in deze wereld, hoeveel volkeren er nog zijn die een Winti-religie hebben. Er zijn er niet veel meer die een puur Winti-religie hebben. Dan kan je bijna zeggen dat het gelukt is om Winti-religie uit onze wereldbeeld te hebben, uit onze wereldbelevenis. Suriname is een van de weinige landen waar nog op een hele pure, natuurlijke manier nog een jeeëncultuur er is, een Winti-cultuur er is. Alsof het de powers to be niet gelukt is om het helemaal bij ons eruit te roeten. Voor Rutenpuru echt naar Uno. Het is ze niet gelukt, gelukkig maar. Want zou dat het geval zijn, dan zou deze kennis over voorouders en voor Tikigonas Ching, Sabinanga Koni zou dan verloren zijn geweest. Dus terug naar de Winties, hè. De Winties, of Er Kodoshoi, dat is de naam die onze voorouders hebben gegeven aan ze. Er, het begint met een E. Daarom weet je dat ze engelen zijn. De Dekadoshoi, dat zijn de demonen, de duivels. Het begint met een D. De Erkadoshoi, of de engelen, zijn ook wel bekend als de engelen of de wachters van heiligheid. Ik had al aangegeven dat ze eigenlijk een groep zijn. Je moet het zien als een soort van militaire hiërarchie. En ik ken de militaire rangen niet, maar je moet ze zien als rangen. En ieder rang is een groep en ieder rang heeft zijn eigen taak. Er zijn 24 oudsten of leiders van deze engelen. In openbaringen worden ze genoemd. De 24 oudsten. Die 24 oudsten zijn 2/3 edemangs. Die niet zijn gevallen. Dus het is een grote groep. Ze hebben allemaal taken. En ze zijn allemaal onder leiding van Tatayao, Yeshaya, Yehawashai, Christus zelf. Andere mensen zeggen Yahweh,
Wij zeggen jou. Deze engelen, hoe kan je ze herkennen, hè? Je herkent ze door het gevoel wat ze bij mensen opwekken. Want het zijn geesten. Ze beïnvloeden dus onze geest. Vaak zeggen mensen in Suriname, nou, weer mijn geest, hè. Daarmee bedoelen we eigenlijk, val me niet lastig, beïnvloed mijn stemming niet. Onze voorouders hebben dat aan ons achtergelaten door te zeggen, no weer mi geest. Met andere woorden, beïnvloed me niet. Laat me in de stemming waarin ik ben. Drop mijn stemming niet. Dus de jeeën brengen gevoelens met zich mee die ons kunnen voeden. Ze kunnen ons ondersteunen en ze kunnen ons sterken. Daar waar het gaat om de Irke de Shoy, de engelen. Dus ik heb al aangegeven dat die goede gevoelens, die zorgen ervoor bijvoorbeeld, en die worden opgewekt als je bijvoorbeeld naar het strand gaat, als je in de natuur bent. Dat je goede gevoelens opmaakt. Want de Irke de Shoy, die halen eigenlijk het beste uit je naar binnen. Het beste. Ze helpen je om te zijn wie je hoort te zijn. Dat wat ze dus noemen de created purpose. Je geschapen doel. Je lot noemen ze ook wel. Mensen zeggen, het lot is er niet, maar het lot is er wel. Dat noemen onze voorouders, noemen dat je created purpose. De reden is dat Ifarun Konadoti. De windjes helpen je, omdat zij weten en zij zien wat je zou kunnen zijn. Ze geven je positieve kracht. Ze beïnvloeden je om goed te zijn. Om een gezond leven te leven. De jeeën brengen vrede en rust. En ze geven je het gevoel om het juiste te moeten doen, om goed te zijn. Ze zorgen ervoor dat je je nog kan verwonderen om mooie kleine dingen, bijvoorbeeld om de lach van een baby. In principe zijn de jeeën heel zachtaardig. En we hebben ze nodig. We hebben ze nodig om ons leven fleur te geven en om onze doelen in het leven te bereiken. We hebben ze nodig om ons goed te beïnvloeden. Om ons te helpen weten wie Anana is, wie Tata Yao is, want zij zijn die kennis niet verloren. Dus dat zijn de Irke de Shoy. Maar de Deka de Shoy, de duivels, de demonen, die doen precies hetzelfde, maar aan het tegenovergestelde. Ook denk aan Weriujeje, Weri geest. Ook zij kunnen je gevoel beïnvloeden op een negatieve manier. Als ze om je heen zijn en je aura, je jeje als het ware binnendringen, dan brengt dat een oncomfortabel gevoel met zich mee. Ze maken je gierig. Je verlangt altijd naar iets, je lust toe. Je lust toe disi, je lust toe dat, je lust toe man, je lust toe vrouw, je lust toe waka, je lust toe bai, je lust toe disi. Dus denjan, maar nooit de beren in voeren. Ze beïnvloeden je uit de realiteit. En de realiteit is datgene wat we alle gezegd hebben, van dat is het. Zij halen je uit de realiteit, waardoor je waanideeën krijgt. Suriname zeggen, man, je tjepi. Je tjepi, jongen. Of je ziet ze vliegen. Jij moet stemmetjes horen. Deka de Shoy doen dat. Ze halen je uit de realiteit. Het moment dat ze je uit de realiteit halen, ze maken je jenjajenjama iberine furu met alles. Met horen, zien, voelen, spreken. Spreken, je taroddelen. Isabtak inam doe maar inam stop. Jenjajenja isabtak inam doe maar inam stop. Je vier. Hij controle angst. Hij controle twijfel. In de man beheersing. Alles wat te is, is niet goed. Daar zijn deze Deka de Shoy. Daar liggen ze. Daar zijn zij mee bezig. Om je van je pad af te brengen. Van je created purpose. Van je doel. Het doel wat in jou is gestopt. Ze brengen angst. Maar door zo'n tinsels, maar we moeten niet eens uit de osso, want die gekke angsten. En dan snap niet eens zij de. Deze wezens, spirits, ze vermaken zich met geweld. Ze zijn trots. Pride.
De pride. De man op de pride game. Terwijl Fulo heeft altijd momenten in de geschiedenis dat de pride. Het moment dat we trots zijn. Dat we fadom. Dat we te lang in Dungro. Dat we een begin mangen kompaka. Waar je je. Een profeta. Nog zo'n koning kom. Dat is je tak eeuw fadom. Lek nazi, lek twaalf lo. Want onder in een trots. Want onder moro trasma. We een begin fasi. We kijken neer op anderen. Daarna naar je mee kom fadom. Dus we hebben heel veel gehad in ons geschiedenis van 12 Fulo dat we trotscyclussen hebben. En een cyclus is iedere keer komen we terug tot die trotscyclus. We worden nederig, we worden nederig, we vallen. Dat noemen ze de pride cycle, de trotscyclus. Daar zorgen Decadur Choice voor de demonen. Die ons uit de realiteit weghalen. Ze kunnen in je huis komen. En je familie. Je zus kan er eentje zijn. In zich hebben in haar aura. Je broer. Zie je eigen kind zelf. En dat is onze grootste valblok. Is dat we niet geloven dat de mensen waarvan we houden, wanneer ze bepaalde dingen doen die we niet snappen, dat we snappen van, dat we ons afvragen van hoe komt het dat die persoon zoiets doet. Komt door de Decadur Choice. Ze brengen de geest van ruzie naar kinderen en naar volwassenen. Ze brengen twist. Amantak A, Utak B. Nooit weer toegeven. Ik ken in Suriname, ken ik zelf een lied wat zegt sorry naar een woord toe. Diminolobie. Dat is Decadur Choice. Een mentaliteit. Tussen man en vrouw. Amang aye waka waka, hoeveel vrouwen kan hij hebben voordat hij tevreden is? Hoeveel mannen kan die vrouw hebben voordat ze tevreden is? De katershoi, de vergrote gevoelens van wanhoop. Van luiheid en apathie. En ze zijn altijd in een groep, staat ook in de Bijbel. Dat altijd de koinwa groep, nooit de newaka de wawang. Dus if one de ini osu im saptak na wang groepa de. En ze voeden zich met jouw gevoel. Jouw gevoel is hun eten. Dus hoe banger je bent, hoe gevangener je je voelt, hoe meer zij sterker worden en macht over je hebben. Dus we zien het, hè. Dat onze gevoelens eigenlijk de jeeën zijn. Waarmee we te maken hebben. Dus Aineshi, maar weer vier dingen. Dus die slechte gevoelens en die goede gevoelens. Die worden door onze Jezus aan ons gegeven. In onze Bono Campus in Suriname zijn er veel verhalen van Bono Mang en Bono Umas. Die Jezus weghalen uit andere mensen. Ik heb onlangs nog gezien waar iemand een bakro bij een ander weghaalde. Want die bakro die terroriseerde een familie. En niemand kon het weghalen, want ze worden met de dag sterker. En omdat er in families heel veel familieleden er zijn die denken dat Anana en de wintercultuur, dus de kerk. Heel veel van onze familieleden gaan naar de kerk. En dan denken ze dat de kerk en wintercultuur twee aparte dingen zijn. Ze weten dat God omnipotent en almachtig is. Maar toch kunnen onze familieleden in Suriname deze twee, die wintireligie en die bijbelkennis, niet bij elkaar brengen. En dat heeft te maken natuurlijk met wat we hebben meegemaakt in Katibo. Want in Katibo-helft hebben ze er alles aan gedaan om onze wintercultuur negatief te bestempelen. Door het occult te noemen. Esoterisch. Maar ja, occult betekent eigenlijk alleen maar sang aino eshi. Verborgen. En ja, winti zijn verborgen. En wij zijn esoterische mensen.
Esoterisch betekent dat wij kennis hebben die niet iedereen heeft. En wij hebben dat omdat wij 12 voor los zijn. Anana praat alleen maar met een bepaalde natie. En dat zijn de kinderen uit 12 voor los. En die moeten dan de esoterische kennis ons brokken in kunnen chimoni en brengen naar de grote massa. Maar als 12 voor los zelf gebroken is, dan krijgt de hele wereld deze kennis niet. En dan heb je een wereld zoals datgene waar we nu in leven. Alles maar daar digge. Alles heeft verdriet. De dieren, de bomen, onze planeet huilt. Omdat 12 voel last impressie. Want een esoterische kennis die nou aan trafocus aan een begrijping. Want anders doe je in melanine, anders doe je in jeje. En anders op een convenant naar Noas maar in Rome. A convenant, de sosonanga, den bakapichin, voor 12 fulo. Maar als den bakapichin voor 12 fulo na sab dat die, dan grondtapu etangso, zonder tak wang, e de nazi de, sa kantja heer grondtapu motto uit a negatieve spiraal in sa grondtapu de nono de. Dus grondtapu kan denken dat de druk 12 fulo, et ta orunu. Ik kier uno en doe nga uno sale wani orun dong. Maar eindstand na de ook toe en leien eronder. Want faana na poting na so awaka. Dus niemand heeft er iets aan. Voor or akoni nga asabi weg uit 12 lo. Niet 12 lo en ook niet de rest van de natie. Onze wintercultuur in Suriname is een van de meest reine en een van de meest oude culturen die er is. Want we kunnen onze cultuur teruglinken. Zelf naar de eerste mens, Adam en Eva. Wij kunnen praten met onze winties. Onze winties vertellen aan ons, op alle mogelijke manieren, hoe wij uit datgene waar we in zitten moeten komen. Alleen, we hebben heel veel kennis verloren. En gelukkig komt deze kennis. Dat had Anana ook gezegd, dat in de laatste der dagen zou de kennis over onze wintercultuur bij heel veel mensen in 12 voelen geboren worden. Dus ik hoor overal om me heen en ik zie overal om me heen steeds meer mensen die de wintercultuur omhelzen, erin duiken. Mensen krijgen dromen, mensen worden wakker. Mensen beseffen dat onze cultuur oud is. Sterker nog, ik durf zelf te beweren dat de leer van de Essenen, dat het in Suriname nog heel erg leeft. Als ik naar de meeste Surinaamse mannen kijk, dan zie ik daar gewoon in mijn brothers gewoon Essenen. En de Essene was eigenlijk de groep waar Tata Jou een lid van was. Daarom houden onze mannen niet van Gonascoro, Fogotek A Babylon System. Onze mannen, dat is ook niet hun taak. En dan een pot denk je dat op grond tappen Fogotek A Babylon System. Onze mannen moeten gewoon die Memreboeko in hun hoofd hebben. En wat zij moeten weten is waar alles geschreven staat, omdat zij de King Priest zijn, waarmee een convenant is afgesloten. Dus voor een blakke man om in Babylon System te gaan en al die theorieën van het Westen te gaan leren, is best wel een zwaar iets, omdat ze niet gemaakt zijn daarvoor. Ze zijn gemaakt en hun created purpose is om die Bimbreboeko van eerst bladzijde 1 tot bladzijde 2 te kennen. En niet alleen die Bimbreboeko, want de Bimbreboeko is van Juda, Benjamin. Maar ze horen ook het boek van de Mormonen te kennen. Het boek heet niet het boek van de Mormonen, maar het heet het boek van de Popol Vuh, van het House of Israel. Want 12 Vuh is uiteindelijk in twee groepen gesplitst na koning Salomo. En de Bijbel is van de ene koninkrijk, van de ene groep. En het boek van Mormon is van de andere koninkrijken, van de andere groep. En die twee bij elkaar, dat zijn de twee getuigen, dat zijn de twee stokken waarmee Anana
En dat hij jou ons allemaal door die kurtubangi heen gaat lozen. Want daarin zit eigenlijk de volheid van de leer. Wat dat hij jou naar de aarde heeft gebracht en waarvoor hij gestorven heeft, is. En onze mensen vinden het niet leuk om die Mimbreboeken open te gooien. Omdat ze allerlei foto's zien van witmangs. Die niet op hen lijken. En daardoor gooien ze die baby en het zeepwater weg. Maar die Mimbreboeken is van onze voorouders. En die moest ik kree. No, dina doet hij dat. Die bakapje voor 12 voelo. Ik denk dat ik aan Mimbreboeken naar een witmanboeken. Maar nooit aan de kant van een witmanboeken. Want na de moretje kon hij naar Sabi gieten witman. En de witman kon hij naar Sabi en begin naar de Grieken naar de Romeinen. En des man had nog bij Abkoni naar Sabi. Want die de midden, bigisma voor nu in Egypte, de bigisma voor nu in Egypte, de lafding, omdat hun denken en hun theorietjes kinderlijk waren. Maar ja, if you want stop on black man, voor kon Abkoni voor de bigisma vinden dat je potwa wit vis in een tapu. En dat nou aan ze ono moest leren, voor jompo aber asan dat hij. Want hij weet vis in priet en poeren. En dat heeft kennis. Sans de ina memre boeken. Sabi tak den kenki voeren en den brokken voeren. Maar ono na 12 verlo. O moes kom baka. Na fa den bigisma lipje ono na baka. Heer grond tapo wan tak unfen un passie kom baka na oso. Om terug te komen naar onze wintercultuur. En onze bonu campus. Er zijn veel bonu mangs. Die heel veel hoge jeeës, winties hebben die met hun samenwerken om de deka der shoy te verwijderen. En om het leed minder te maken. En om ons te bevrijden. En deze bonumang, bonumas, dresimangs van 12 Fulo. We zijn bijna de enige in de wereld. Surinamers weten volgens mij, wij weten niet hoe blessed we zijn. We weten niet hoeveel kennis we nog hebben die bijna bij heel veel volkeren in de wereld al is kwijtgeraakt. En wij moeten dat niet kwijtraken. Wij moeten het feit dat we onze winticultuur hebben en dat we onze winties dagelijks er nog mee kunnen praten en dat we deze kennis nog hebben, moeten we in ere en hoog houden. Dit is dan deel 1 van, deel 1 van waar ik was. Ik ga even naar muziek. En dan ga ik daarna eigenlijk verder. We gaan verder, dames en heren. En ja, Papa Toji, Zonteng. Een van de meest leuke Surinaamse nummers die er zijn. Die zowel de ouderen als de jongeren leuk vinden. We zijn beland bij deel 2 van eigenlijk Zonteng. Want ik heb het over Zonteng, Aten Futeng. Vandaar dat ik dit nummer ook wilde draaien. We hebben het over, afgelopen week hebben we het ook gehad over de vier geesten die in alles en in iedereen aanwezig waren in den beginnen. Deze vier geesten waren ten eerste de geest van de vader. Dat is de liefde van de vader en de compassie die hij in alles heeft gestopt. Want zonder die geest van de vader kunnen we niet bestaan, kunnen we er niet zijn. Dat is het zijn, I am. Dan heb je de tweede geest die in alles was en in alles is geweest in den beginnen. Dat is de geest van onze eigen levensdoel. Als je nou een jeeë bent of een mens of een boom. Alles heeft zijn eigen levensdoel. En Anana heeft dat als visie van heiligheid in alles gestopt. Dat is de verwachting die Anana voor ons heeft als mens. Dat is de potentie en de groei die in ons zit. In het Engels zeggen ze the vision of holiness. Dus de visie van heiligheid die zit in een levend iets, een levend wezen. De derde geest is het geest van het leven zelf. In welke vorm dan ook. In een element. Zoals in een boom of in een berg of in een engel, in een mens. Ons lichaam heeft ook als element
zijn eigen leven. En dat leven zien we bijvoorbeeld in onze vijf zintuigen. Soms kan je zeggen, neem je nou aan smokkel. Maar je lichaam dwingt je om te roken, want alles to hei, alles to hebi. Dus dat nou een soort jeeën ook, wat in je leven, in je lichaam zit. Dat inema stopt naar een smokkel. Want dat geest voor je sting trangemoro je. Dan heb je dan de geest en de aanwezigheid van Tata Yao, Kumanti Gado Srevi in Alamala, Edemang, Lion of Judah. Hij die het woord is. Dus de Dikka de Shoi, die Dibri, die hebben maar twee van deze geesten in zich. En wij mensen horen er vier te hebben. Ik had aangegeven de afgelopen week dat we het zouden hebben over de nieuwe naam van Anana. En als ik het heb over Anana, dan heb ik het over de vader. Want meestal als ik het heb over Anana, heb ik het ook over Tata Yao, vader en zoon. Maar Anana is eigenlijk datgene wat leven geeft. Hè? Als de Dekadosho zo slecht als ze zijn er. Ze zijn er in de vorm, in het element wat ze zijn en in de geest van de vader. Maar ze zijn er niet in Tata Yao. En ze zijn er ook niet als een soort van visie van heiligheid, want ze hebben geen heiligheid. Dus ze hebben maar twee van deze vier geesten in zich. En sommige mensen hebben dat ook. Ik heb het erover gehad dat onze schepper een andere naam zou krijgen. Dat heb ik niet gehad, het erover gehad. Maar dat staat ook in de Bijbel. Dat wij mensen in de laatste tijden, mensen van deze periode waarin we leven, de last days, einde der tijden, dat we onze schepper, onze vader schepper, en dat aan jou zelf in een andere naam, we zouden ze leren kennen met een andere naam. En als ik dan kijk naar de naam die in de Book of Remembrance, en dat zijn vijf boeken, die door de Urim en de Tumim aan ons overgeleverd zijn, dan hebben zij het over de naam, weer een gek woord, maar dat zie je ook terug in de Kabbalah. Dat is de naam van love, liefde, love and kindness. Dus liefde en goedheid. Liefde en vriendelijkheid. In het fonetisch is dat anokiset. In de Kabbalah is geset. Is het element of is de sfeer van liefde. Dus de nieuwe naam voor onze vader schepper zou zijn Anokiset. En dat letterlijk vertaald betekent dat liefde en goedheid, liefde en vriendelijkheid, liefde en empathie. Deze naam zegt eigenlijk dat onze schepper door zijn liefde en zijn goedheid op een gegeven moment door zijn zoon, en dat ga ik zo meteen uitleggen hoe dat kan, Fadon Konashing. Aasi Ashingfu Tatayau. In het vlees. Om dan terug te komen naar Tatayau, hè, en onze scheppervader. In het boek van. Hoe heet dat boek nou weer? The Sealed Portion. En de Sealed Portion, dat is het boek wat de profeet Daniel moest bewaren. Omdat in die tijd de mensen nog niet rijp genoeg waren om deze kennis te hebben. Maar in deze tijd is het vrijgegeven aan ons. In het boek van de Sealed Portion staat aangegeven dat zowel de vader als de zoon een lichaam hebben. Zoals de mens dat heeft. Want daarom zijn we gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Alleen hun lichaam is een eeuwige lichaam. Een ethereal body. En hun lichamen zijn ervoor gemaakt om in de celestiale wereld, in de hemelse werelden te leven. Maar wij zijn een blauwdruk van hun. Dus de lichamen zoals wij we kennen, de vorm die wij kennen, die vorm hebben zij dus ook. Wat de naam van onze vader ons eigenlijk zegt, is dat hij zijn hemelse rijk, zijn celestiale wereld heeft verlaten
om in zijn eigen schepping te kunnen zijn. Atikis ching. Lekfawang winti kan barko na koko. So anana barko na koko na. As ching sa. En sa unu ekar. Tata jou. En awakana umindri. Dat is wat Emmanuel betekent. Daarom is het hebben van een wintercultuur zo essentieel voor ons. Wij beseffen het en wij begrijpen het als iemand zegt afadon konadoti, of wij zeggen aasi mi of atekis ching. Wij snappen hoe dat gaat omdat we een wintercultuur hebben. Dus wij weten dat. Dat we winti kan kong adribi u egi en jeje en een taki in jou door gebruik te maken van jouw lichaam. Wij snappen dat. Voor ons is het niet abracadabra. Voor heel veel andere volkeren wel. Maar voor ons niet. En we weten ook dat het niet iets slechts is. Omdat wij ununa jeyeb ching. Dat is 12 lo. Ununa jeyeb ching. Wij weten doordat we jeye kinderen zijn. Dat we ook onze cultuur een sebi kondre, ja, hoe noem je dat? Een zeven sferen. Onze winties die zijn verdeeld in zeven werelden. En met de nieuwe naam van onze scheppervader moeten we deze winties, dus de 24 edemangs en al hun bakago, om het maar zo te zeggen. Daar waar ze, als het ware, edemangs over zijn. Moeten we ze kunnen zetten in eigenlijk onze werkelijkheid. En ik had aangegeven de afgelopen keer dat je onze werkelijkheid moet kunnen zien als een soort van mamio-deken. Een mamio. En ieder lapje apart moet je zien als een edemang. En in die lapjes zijn er nog van allerlei patronen. En dat zijn allemaal hun rangen van de jeers waar zij dus eigenlijk een edemang over zijn. Deze mamiolaken is verdeeld eigenlijk in sebi kondre. De naam Anokuset betekent lobby, firi, liefde en goedheid. De sebi kondres die bestaan eigenlijk uit kennis. Dat is kondre 1. Kennis. En dat zakje van een hemelkondre. De kondre van de jeers en de mensen. Dus wat brengen de windjes voor ons? Ze brengen kennis. En het toepassen ervan. Hoe we het moeten toepassen. Maar ook hoe we het moeten doorgeven. Ze brengen als tweede wijsheid. Dat is ook een kondre. Wijsheid. En hoe we met elkaar moeten leven. In een liefdevolle sociale gemeenschap. En met vriendelijkheid. Empathie, vergiffenis, tederheid. Libinanga makandra. Een andere sfeer is dan weer van die sebi kondre. Oordeel, wijze oordeel. In Wapernasi in Srenang hadden we de oudere mensen. Als er een twist was of een vete, dan gingen we naar de oudere mensen. Zodat zij konden oordelen. Omdat we ervan uitgingen dat onze ouderen een goede oordeel konden vellen, omdat ze wijs waren, eerder geboren waren, veel hadden meegezien. Ook dat is een sfeer. Oordelen. Met inachthouding van het lijden, het kwade en het goede. En het respect wat je dan hebt, onderling. Een vierde sfeer, een vierde kondre, is balans of harmonie. Balans, overeenstemming. Maar ook samenwerken. Samen in respect werken met de natuur. De jees. Alle jees die er zijn. Met al hun attributen. En al hun eigen created purpose. Hun eigen visie en datgene wat zij voorstaan. Maar ook grootheid is een sfeer. Dat we power hadden. Over de aarde en al wat er is. Dat we meesters werden in dat wat ze ons geleerd hebben. Dat we meesters werden, autoriteit hadden. Dat we onafhankelijk waren, los van de jees. Maar dat umbekan de maan van ons revi. Dat umbekan kontron gado van ons revi.
groot. Want anana me confortam chino moda, maar dat gro. Want kondere legado. Een zesde sfeer, kondere, is bijvoorbeeld is bescherming. Behoud. Onszelf beschermen tegen alles wat er is. Ook tegen onze medenaties. We zijn er kwijtgeraakt daarom van een koin katibo. Onderzap van ons beschermen schreef je, want hoe aitappen, hoe lassie. Onderzap van omtak naar de jee, dus de maleer onder van ons connect naar een ding, van ons beschermen schreef je. Dus dat een tragado voor de tranatie, die doen naar onderzap de wani, want hoe naar bescherming. Hoe las hoe link, hoe naar link opmoren naar een ding. En de laatste kondre, dat was de kondre van de foundation, de fundering, de basis. Als tofutu sana unu, maar ananatak dat a migrontapu gitual fullo. Want unu na a licht gigrontapu. Unu moest jara licht giden tranatie, want luku, zot nazi e ru grontapu nono de, e luk fa grontapu tang. Alla same kis atibron in grontapu nono de. Alla yeye e atibron. Alla meti e atibron. De nawa libi moro onder a tirani in sa onde libi nono de a yeye tirani in sa onde. De sebi kondre di si umusabi. Lek fami tege. Lek fami somde op. Ik ga ze nog één keer lezen. A eerste wang. A eerste kondre na a kondre voel. Kennis. A tweede wang na die wijsheid. A derde wang na oordeel in wijsheid. A vierde na overeenstemming, join roko samen na alasan sande. A vijfde na big up ons refi en de koningschap. De power contra ngado fun refi. A zesde wang na bescherming. U awang bescherming abra alasan sande na umantai, mofomantai, mofomalusu. Dat unkande den bonuman di umus de. En a zevende dat na a stonfutu sa omus kontromba ka fukurontapu. In ala de sebi konder den bigisma fukunumik overeenkomst na nga set covenante na nga ala di yeye de yeye sa evroko in grontapu. En ala de yeye saptak de sebi konder din disde. Ma unu na saptak de sebi konder disde. En na unu mus fin un pasi waka baka so dat de yeye kan soor unu fa un ka soor gutak un kambasi ala de sebi kondre disi. Daarom un sabi tak anefu anana na lobby firi ale anefu na anana anwa vreed gado futru anana anwa vreed gado anana soso wa vreed gado gi ding tranati omdat dinge ambegi gado sa anana na potilek gado. Maar de biggest maf uno, fosta kumbe fadon. A fasfa de beshi gado, lekwang gentle, maar vergevingsgezinde gado, san be furu ap furu lobby, gi en creatie. En den trafolkuru, fa de beshi agado f uno, de beshi lekwang boze gado, wan dictator. A betja power, a betek wraak. En de bevrediging. Dus de nabij wan agado dati. Want in de ai, paste was ma efredige you. Paste i powerful. Je tek wraak, je doe de moro. Wreed sani. Dan pas you na wan gado, dan pas teka ap lespeki gi you. Ma agado ftoal fulo. Ananaf kejam man kejam pong. Tata jou. De attribuut dat. Ana de attribuut dat de in agado fkuno. Dat no wan tak tak. De na bobo. Ma afas fa de me grontapu. Grontapu na ding making. Na ding kriatsi. En de gi unu. Boon furu vrijheid. Fu kise. Fa a grontapu fkuno machi deruit. En afas fa wel luku grontapu no no de nanga des matha. E rule nono de in grontapu dat uno me kwam bon something en mine tak 12 fulo dat na uno tjaren kom maar die uno bende e de man grontapu ben si der anders uit.
Want den koninga de sabi die unuti de na de sabi. Dat is zo'n koninga de sabi vanaf Griekenland. Vanaf de Griekse, het Griekse Rijk. Het Romeinse Rijk. En het Romeinse Rijk de tanga no. Alles wat daarvoor geweest is. Dat bij de bigisma van unu ben de rulers. Grondapuno etak abra apisi dat voor geschiedenis. Dus unu na historie. Zijn geschiedenis, onsabi, maar onsabi geschiedenis voor de werkelijkheid. En de bigisma van unu tegen unu, dat een geschiedenis voor unu, de bigisma van unu. Mama Aisa, sap een geschiedenis voor unu, want een geschiedenis voor unu, die geschreven ook toen in je kondre. Alafan sa onsab te no, na so so lei. En anana taking, voor unu voor bribi ineng. Wat abif u vergiet alle van de leer uno en wat abif de leki kleine kinderen voor alle lezen de in uno zodat u kan bribi en luku a geschiedenis voor den bigisma van uno en dat na a geschiedenis voor Griekenland esoterische kennis na a occulte kennis dat den bigisma van uno pot koni na a sabif uno en na dat pe umus go baka. Want dat is een krachtisch dom. Uno na jeesma. U moest go in een occulte in dat in leer. Want occult naf uno. En dan giden trouwang. Minat makeda. En volgende week ga ik verder hiermee. Ik wil iedereen een fijne avond wensen. En tot volgende week.